De Haagse Stichting Barmhartbox organiseert elk jaar in de Ramadan een benefietdiner. Dit jaar werd er geld ingezameld zodat arme gezinnen in Marokko het offerfeest kunnen vieren. Dat moslims tijdens Ramadan niet drinken en niet eten is bij de meeste mensen wel bekend. Maar het draait ook om andere dingen, zoals iets doen voor je medemens. Heel veel mensen denken dat je niet alleen mag eten en drinken, maar het gaat ook om, heb je ook de zelfdiscipline om een ander te helpen? Hè? Kun je jezelf eventjes opzij zetten om voor een ander iets te betekenen? En zo zitten bijna 550 vrouwen met een bord eten voor hun neus, terwijl ze nog niet van mogen eten. Nou, op zich, het gaat vandaag makkelijker dan andere dagen, omdat er zoveel gebeurt. Dat is zo'n leuk programma, je wordt wel echt wel goed bezig gehouden. Maar is dat niet eten eigenlijk wel gezond? Ja, in principe is dat heel gezond. Het is echt eigenlijk een soort van detox ook eventjes, om toch even je lichaam te reinigen. En het gaat eigenlijk meer vaak om het idee dat mensen denken dat je honger lijdt. Maar je hebt eigenlijk heel veel invloed. Je lichaam herstelt zich heel snel en past zich gelijk aan hoe je eigenlijk je dagelijks leven indeelt. Dus na 2-3 dagen kan je lichaam het eigenlijk prima aan. Het is natuurlijk ook niet dat we helemaal niet eten. En we eten natuurlijk gewoon om rond 10 uur. Dus in dat opzicht is het allemaal prima te doen. We moeten niet zoveel mee bezig zijn. Hoeveel er is opgehaald is nog onbekend. Je kunt nog bijdragen. Hoe? Dat vind je op www.barmhartbox.nl.